de minste auteur, want Veron won de Constantijn Huygensprijs, de Multatuliprijs en ook de ACO Literatuurprijs. En nu is er ook een boek over Veron, Alleswaan, Louis Veron en het Derde Rijk, geschreven dus door Jan Konst. Die is hoogleraar in Berlijn, maar nu even in Nederland en ook hier in de studio. En dat is fijn. Meneer Konst, welkom. Laten we maar beginnen eerst met Louis Veron. Dan komen we ook zo gaandeweg erachter waar uw fascinatie dan in zit en waarom u hem zo een geweldige schrijver vindt. Die Veron was half Nederlands, half Duits. Ja, om mee te beginnen. Is in 1942 geboren tijdens de oorlog. Had een Nederlandse moeder en een Duitse vader, een weermachtssoldaat. En hij is dus als onechtelijk kind opgegroeid. De eerste 6 jaar van zijn leven in Duitsland. Zijn vader had hem meegenomen naar Duitsland. En die is op een gegeven moment overleden. Maar hij is opgegroeid bij zijn stiefmoeder. En in 1948 is hij door zijn Nederlandse moeder teruggehaald naar Nederland. En kreeg daar eigenlijk met veel discriminatie te maken. Hij was een moffenkind. Mocht bij vriendjes niet thuiskomen. Had het daar heel erg moeilijk mee. En is in de jaren 70 gaan schrijven. Toen was hij eigenlijk al 30, dus vrij laat gedebuteerd. Mm-hmm. Als prozaschrijver. En heeft toen 5 romans geschreven over de geschiedenis van Duitsland, eigenlijk de geschiedenis van het Derde Rijk, en probeert te verklaren waar die Duitse geschiedenis nou eigenlijk in verankerd is. Hoe het zover kon komen met de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Precies, want dan is dus de oorlog, die staat daar centraal in. Maar hij doet het op een hele aparte manier. U zei het net zo mooi, 12 jaar, Louis Veron, dat klopt. Ik heb natuurlijk ook nog wel andere dingen gedaan. Dat mag maar ik 12 hopen, jaar lang. Anders is die fascinatie gaat wel erger. Klinkt het erg naar obsessie. En dat is eigenlijk ook weer fout. Maar inderdaad, 12 jaar geleden las ik voor het eerst De Keisnijder van Fichtenwald. Dat is een roman die eigenlijk over een concentratiekamp gaat. Maar de verteller doet het voorkomen dat we in een sanatorium rondlopen met psychiater. Patiënten die verpleegd worden door zeer welwillende artsen. Dat vond ik zo raar, dat heeft mij zo eigenlijk ook gechoqueerd. Hè. Dat was een ervaring die je als lezer uit balans bracht. Maar je moet soms ook lachen bijvoorbeeld. Ja, je moet lachen. Het is politiek incorrect om zo natuurlijk over concentratiekampen te schrijven. Want je weet wel meteen dat het over concentratiekampen gaat. Nee, je weet het niet meteen. Het komt langzaam maar zeker op gang. Op een gegeven moment merk je dat deze mens die vertelt, de man die vertelt over dat kamp, dat een SS-officier is, een SS-soldaat. En dan denk je, hoezo? En überhaupt ook een psychiatrische inrichting in de jaren 40, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er waren euthanasieprogramma's, dat waren verplichte, dat waren sterfprogramma's voor mensen die psychiatrisch patiënt waren. Dus er waren eigenlijk niet meer dit soort instellingen. Waarom koos hij voor die aanpak? Ik denk dat het te maken heeft met de vraag van hoe kun je over een zo gruwelijke werkelijkheid schrijven als die van de concentratiekampen en over de Holocaust. Hoe kun je dat eigenlijk als auteur doen? En hij heeft gekozen voor een vervreemding van die werkelijkheid, voor een deformatie. En daardoor krijg je als lezer dat gevoel dat je aan de ene kant moet lachen om de dingen die beschreven worden, want het is een potsierlijke, een slapstickachtige wereld. Aan de andere kant weet je, jee, maar we zitten hier toch in. Is dit niet toch gewoon een concentratiekamp met die mensen in zwart-wit gestreepte kleding? Hè? Want zo zijn die psychiatrische patiënten die door onze SS-man beschreven worden gekleed. Maar dan zit je dus met jezelf. Toen u dat dus las, dat je met jezelf in de knoop komt. Ik mag er niet om lachen, maar er komt toch een glimlach om. Ja, het is precies dat gevoel wat daardoor bewerkt wordt. En wat mij enorm ook als literatuurwetenschapper intrigeert. Hè, want het is een hele ingewikkelde relatie die je als lezer met dat boek aangaat. En ik was natuurlijk vanuit mijn Duitse achtergrond heel erg gefascineerd door het verhaal over die Duitse geschiedenis. Want u bent het helemaal gaan uitspitten dus eigenlijk. Ja. Dat Fichtenwald, wat dat dan was. Welk concentratiekamp dat dan moet zijn geweest. Ik ben op zoek gegaan naar de werkelijkheid achter de woorden van Louis Veron. Het was een enorme klus. Ik heb er heel erg veel voor gelezen. Want Louis Veron is in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw ook heel erg veel gaan lezen. Hij heeft hele obscure bronnen boven tafel gehaald. En ik ben hem eigenlijk gevolgd op zijn pad. En heb langzaam maar zeker leren inzien hoe die wereld nu eigenlijk in elkaar zit. Die beschrijft. Dus ik wilde echt de werkelijkheid achter die fictionele constructie vinden. Want Fichtenwald blijkt dan Dachau.
Ja, heel veel overeenkomsten. Maar hoe weet u dat zo zeker, dat dat zo is? Omdat ik de hoofdpersoon, dat is een arts... Hè, die weliswaar heel positief beschreven wordt... in de keisnijder van Fichtenwald. Maar die spreekt met de woorden van een van de grootste nazi-misdadigers... Sigmund Rascher. En Sigmund Rascher was een nazi-arts die experimenten heeft uitgeoefend... gedaan op concentratiekampgevangenen... en was eigenlijk vergelijkbaar met Jozef Mengele. Een onbekende nazi-misdadiger... omdat hij ook in 1944, een paar dagen voor het einde van de oorlog... geëxecuteerd is. Dus in de publieke belangstelling... eigenlijk niet zo vooraanstaand als Mengele. Maar dat kun je dus allemaal vinden. Het blijkt dus dat die bronnen er gewoon in zitten. En op dat moment merk je dat de literaire personen... met de woorden van historische personen spreken. En daarmee zie je dat wat er eigenlijk aan de hand is... het zijn ik-vertellers. En die doen het voorkomen dat hun wereld een andere is dan wij weten. Ze zijn natuurlijk, ze willen het mooier maken dan het is. Hoe dicht bent u eigenlijk bij hem geweest? Bij wie bedoelt u? Bij Louis Ferron? Ik heb Louis Ferron nooit gekend. Ik heb een heleboel auteurs ken ik wel persoonlijk. Louis Ferron niet. Hij is in 2005 overleden. Het had dus makkelijk gekund. Ik heb bij het boek dat ik nu geschreven heb geprobeerd... om een boek te schrijven waar Louis Ferron het mee eens zou zijn. Ik heb geprobeerd om dat eruit te halen... waarvan ik denk dat hij het er heeft willen inleggen. Maar is het naïef van mij om te denken dat als u dat wil achterhalen... allemaal wat hij heeft bedoeld en zo... is het naïef om te denken dat u hem dan in al die jaren... misschien toch een keer had opgezocht om dan met hem over te spreken... en hem uit te horen daarover? Ja, dat had ik natuurlijk kunnen doen... waren het niet dat hij al na 2 jaar nadat ik begonnen was overleden is. En in die eerste 2 jaar... Dat waren eigenlijk de beginjaren waarin je nog niet dan op een auteur af zou stappen... om nog eens een keer te praten over het verhaal dat je bedacht hebt. Ik weet ook niet of ik het zou willen. Dat is de andere kant. Het is natuurlijk mijn versie van deze romans. Het is mijn verhaal wat ik eruit heb gehaald. Ik denk dat hij het ermee eens zou zijn, maar ik wil het niet toetsen. Dat is ook mijn eigen onafhankelijkheid, mijn eigen autonomie... als lezer en wetenschapper. Ik wil niet de zegen van Louis Ferron hebben. Maar eigenlijk haalt u de magie er een beetje van af. Niet omdat u niet zijn bevestiging wil horen. Ik wil zijn bevestiging niet horen. Wat u daar zegt, de magie er een beetje van afhalen. Op het moment dat je dus de dingen weet die ik weet... dan lees je deze boeken op een andere manier... dan dat je dat vroeger gedaan heeft. In dat verband is het ook heel opvallend om je te bedenken... dat Louis Ferron die boeken... Hij heeft 40 jaar lang nog geleefd daarna... maar hij heeft zijn bronnen nooit willen openbaren. Hè. Dus het was voor hem heel belangrijk... dat ongemak bij het lezen... dat gevoel van wat is hier aan de hand... dat lachen terwijl je eigenlijk... niet wilt. Dat was voor hem heel essentieel. Is hij eigenlijk in Duitsland vertaald? Hij is nooit vertaald. Dat was in de jaren 70 denk ik ondenkbaar. Het was groteske literatuur vanuit een daderperspectief. Dus het zijn niet de slachtoffers die centraal staan, maar de daders. Dat was in Duitsland in de jaren 70 heel erg moeilijk. Er zijn weinig auteurs bij wie dat gelukt is. Er is er eentje... Edgar Hilsenraad, en die heeft 70 uitgevers aangeschreven in de jaren 70... en toen pas iemand gevonden. Dat is ook iemand die voor de dader kiest. En Louis Ferron is het nooit gelukt in de jaren 70. Is de reden dat u dit boek hebt gemaakt ook... want je zou kunnen zeggen dat hij moet niet in de vergetelheid raken... met zijn bijzondere manier van schrijven. Is dat ook een reden om ons te herinneren aan... Ik vind de stem van Louis Ferron, de literaire stem... is een van de belangrijkste die we hebben in het hele verhaal over de Tweede Wereldoorlog in Nederland. En ik ben ook heel blij dat de bezige bij nu ook weer de keisnijder van Fichtenwald... samen met mijn boek opnieuw heeft uitgegeven. Zodat ook de lezer dat boek wat niet meer beschikbaar was in de boekhandel kan gaan lezen. Ik vind het een hele belangrijke auteur, een hele belangrijke stem. Met ook een literair heel ambitieus project. Hè. Hoe ga je over die moeilijke geschiedenis schrijven? En ik vind het heel spannend om te zien hoe die voor die vertekening en deformatie heeft gekozen. Ja. Maar dan denk ik, als het samen wordt, je kunt het samen kopen, is het wel belangrijk om eerst het boek van Ferron te lezen. En dan past dat van u. Of niet? Ja, dat moet de lezer zelf worden. Als ze het nu gehoord hebben, dan weten ze het sowieso. Dat is ook weer waar. Dat is ook weer waar. Maar goed, zeer de moeite waard in ieder geval. Het boek heet Alles Waan, Louis Ferron en het Derde Rijk. U gaat snel weer terug morgen naar Berlijn. Fijn dat u er even kon zijn. Graag gedaan. Dank u wel.
you're bitter, man. To my baby.